Ik ben Rogier. Ik ben Misha. Ik ben Lente. Ik ben Link. En wij zijn dit weekend in Centerparks Erpenheide. En wij nemen jullie mee op ons avontuur en laten jullie zien wat hier allemaal te doen is. Allereerst het park. We zijn nu lekker aan het wandelen door dit waanzinnig mooie natuurgebied. We hebben hier al heel veel mooie diertjes gespot. Ja, en we zijn heel onderweg naar onze VIP cottage, waar we jullie meer van gaan laten zien. Zo, nou de meiden zijn de kamertjes aan het inrichten, dus we hebben tijd om heel eventjes te kijken hoe het huis er helemaal uitziet. We zijn hier in de woonkamer aangekomen en een hele lekkere zitbank. Echt met twee handige tafeltjes en een mooie fauteuil ook. En als je dan gaat zitten, dan kijk je recht op een enorme flatscreen met een gigantische soundbar eronder. Dus het is echt top of the bill dit. Hier, dat is ook heel gezellig, een open haard. Dus straks kunnen we even naar de supermarkt wat houtblokken halen. En dan gaan we vanavond lekker gezellig het open haard aansteken. Zo, we gaan nu eventjes onze master bedroom bekijken. Lopen jullie even mee? Gezellig. Dit is mooi. Nou, dit is echt een prachtige slaapkamer. Kijk, hier ligt de gordijnen. Oh, kijk eens, verduisterende gordijnen. Oh, maar dat is handig, want we zijn hier in de zomer. Ja, top. En dan is het heel lang licht, maar we willen natuurlijk wel een beetje op tijd naar bed. En lekker bedje. Oh, hey, schatje, kijk, er zit een topper op. Dat is fijn. Dat is fijn, want dan heb je niet van die zo'n gleuf waar je tussen valt. Ja, die kun je lekker tegen elkaar aankruipen. Dat is aardigst. Kijk, en er liggen vers handdoeken en beddengoed, kussenslopen. Even heel goed de badkamer bekijken. We beginnen met een infrarood sauna. En kijk eens even, zo'n bubbelbad met hoofdkussels. Dus we kunnen vanavond gewoon lekker naast elkaar in het bad liggen. Met de bubbeltjes aan. Misschien wel de bubbeltjes in een glas. Yes. Echt voor het ultieme vakantiegevoel. Mm-hmm. En dubbele wastafel is ook heel fijn. Want op vakantie wil je 's ochtends ook lekker een beetje opschieten om het avontuur aan te gaan. En ik vind dat altijd heel goed twee kraden te hebben aan je wastafel. Oh ja, een verwendpakket van het Centerparks met een shampootje en een douchegel en een crepeje en een zeepje. Top. En een hele chic, ik zie hier een knopje, ik weet niet wat hij gaat doen, voor mij kun je dat aanraken. Oh, wauw! Oh. Dat is cool. Wil je nog meer van de VIP cottage ontdekken? Klik dan hierboven. Maar er zijn ook nog heel veel activiteiten in het park en dat gaan we je nu laten zien. Dus let's go! Nu zijn we op de kinderboerderij aanbeland en nou, het is hier echt heel mooi en groot. Heel veel dieren. En hoeveel dieren hebben we hier? Heel veel. En wat voor dieren heb je allemaal al gezien? Schapen, geiten, kippen, konijnen, kalkoenen en cavia's. Echt te veel om op te noemen. Wij gaan nu even binnenkijken. We zijn aangekomen bij het ponyrijden. En ja, we hebben natuurlijk heel veel zin in, of niet meiden? Ja! En heb je al mooie paarden gezien en ponies? Ja. Ja. Oeh, en welke is de mooiste? Ze zijn allemaal heel mooi en ze staan heel braaf te wachten Vooral op ons. Vooral die achter daar in de bak. Oh, we gaan snel kijken. Lekker aan het wandelen. En aan het poepen. En mama trapt bijna in de poep. Nou ja, dat hoort erbij, hè. Zoals je kunt zien, zijn er heel veel leuke activiteiten voor jonge kinderen. Wil je hier meer over weten? Check dan de link in de omschrijving. Ook zijn we in de Aquamundo geweest. En daar gaan we je nu meer over laten zien.
Ja jongens, we zijn aangekomen in het zwembad. Yes. En we gaan nu naar binnen. We gaan eerst even door het water en dan kijken wat we te zien krijgen. Geen idee? Yes. Hey jongens, ik zie daar een waterval. Wil je daar eens kijken? Maar ik zie hier allemaal liggen. Heet het Water Playhouse? Kinderwater Playhouse. Ik zie, wat zien we allemaal jongens? Ik zie lichten. Wauw, een heel groot waterrad. Wauw! Ja, hoe vind je dit lift? Heel erg. Ja, leuk hè? Zo jongens, wat een avontuur hebben wij meegemaakt, hè? Wat was het hier leuk en gezellig. Mijn persoonlijke ervaring was dat het hier erg kindvriendelijk is en gewoon echt heel leuk voor het hele gezin. En jij Lente, wat vond jij het allerleukste? Het zwembad. Het zwembad, ja. En ik moet zeggen dat het me opvalt dat de mensen hier in het park ontzettend lief zijn die hier werken voor ons en voor de kinderen. Nou, dit was onze ervaring. Leuk dat jullie met ons mee wilden gaan op avontuur. En bedankt voor het kijken. Doei!